Minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning erkent dat het betalingsverkeer in het land beter moet. Nadat DNA-leden tijdens een vorige vergadering op de beperkingen van het betalingsverkeer hebben gewezen, heeft het ministerie gesprekken gevoerd met de Centrale Bank van Suriname en de particuliere banken. Ragubarsing erkent dat er terecht kritiek wordt geleverd omdat er voor wat verwarring wordt gezorgd doordat haast elke bank een andere dienstverlening heeft. De kosten verschillen, de behandeling van cliënten verschillen en dat brengt verwarring. Bij sommige banken is het makkelijker, bij andere minder makkelijk. De ene bank heeft hogere kosten, de andere heeft lagere kosten. Voorzitter, als wij praten met de banken, de particuliere banken en met de Centrale Bank van Suriname, blijkt duidelijk de behoefte en ook met gevoel voor begrip voor de frustraties die de gemeenschap uit, dat er gezegd wordt het moet beter en dat men met de Centrale Bank wil werken om dat ook beter te doen. Om ervoor te zorgen dat de ATM's regelmatig gevuld zijn, dat ook de mensen die afhankelijk zijn van cashverkeer, dat die geen hinder ondervinden en dat dat regelmatig gebeurt. De bewindsman geeft verder ook aan dat er nog steeds een groot contant betalingsverkeer is in het land en erkent dat er ook behoefte daarna is. Minister Ragubarsing zegt dat er nog veel werk aan de winkel is voor de centrale bank, de particuliere banken en andere spelers in het financieel verkeer om ervoor te zorgen dat die chiralisering en sociale inclusie waarover er steeds gepraat is in DNA op gang komt. In mijn overleg met de governor van de centrale bank geeft de governor aan dat hij een agenda gaat afwerken met de particuliere banken en de spelers om hier een verbetering in te brengen. En die agenda betekent dat hij regelmatig met partijen om de tafel gaat zitten en dat vast punt op de agenda wordt die social inclusion en het zorgen ervoor dat er meer uniformiteit gaat richting de gemeenschap. De bewindsman ging gisteren in de Nationale Assemblee in op deze kwestie voordat hij begon met de tweede ronde van de regering bij de behandeling van wet Toezicht Bank en Kredietwezen 2023 en de wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen.